En de winter, ja, die is er nog niet. Dus dat komt helemaal. En we hopen zeker dat u... Zin om? Ik heb er wel zin om, ja. Wordt wat gestrest, maar meer, dat komt meer terug. Al die hutraces en schade, ik een flinger om je heen, dat is altijd een beetje bang voor ongelukken. Maar wil jou wel net flingeren? Nee, ik wil net flingeren. Ik door mijn tocht zet ik hem weer fietsen wil. Dus een beetje meer hard en een snelheid. We zijn in derde stap. Theofien. Wat nou, lekker boeien? Ja, we gaan hier leegrennen. En dan ben je dan eerst begonnen? Nee, helaas. Ja, wordt dat een meer voorteken of? Nee, het wordt mooi daar, dus... 4, 3, 2, 1... En heel veel succes allemaal! Groep 1 is weg. Er loopt achter de bal van de Scotsploeg. Het is hier wel goed zitten, ja, ik denk het wel. Matic, als alternatief op valhelm? Nou, dat weet ik al net. Ja. Maar dat, nou ja, je maakt wat man om tussen 15.000 om op te vallen? Ja, nou ja, op te vallen weet ik niet. Maar je moet een beetje herkenbaar blozen, zeg ik altijd. Maar als het heel warm wordt, dan bloot hij net lang op. Geen idee. Dan wordt hij de hele dag. Ja, goed, hoor. Ik denk wel ook wel. Ik denk dat de kant. Morgen, heren. 100 jaar fietsalstedentocht, dat is een bijzondere keer, hè? Ja, zeker. Grut jubileum, grut feest. Ik voor de vrijwilligers, ik voor de deelnemers. En het is Joert schitterend waar, dus fantastisch. Ken het beter. Wat doe je hem nog speciaal? Nou, Joert langs alle stempelposten, die hebben extra onkleiden. Dus mooi spandoeken, verkleid, muziek erbij. Ik net te volle dat de fietsers wat er ook in gaan. Maar ik doe gewoon de stempelpost met extra onkleid. Als je 100 jaar besteed, dan kun je haast de predicaat enkel krijgen, hè? Dat hebben we helaas net gekregen, maar voor de komende keer penning. Dus ben weer Grutskop en fjouwer vertrekkende bestuurders die ben ridderd, dus of een lintje kregen. Dus fantastisch, ik voor het werk wat ze al die heren die hebben. Dus voor iedereen een prachtig weekend. Goedemorgen! Goedemorgen!